Jamstar. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstar. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstar. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstar. Yo, Rap Champs, welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Vandaag sta ik hier naast de one and only Giovanni Rijmakers van Lupini Gym. Helaas heb je net je partij verloren, bro. Maar ondanks die omstandigheden, hoe voel je? Ja, ik voel me goed. Het was een harde pot tegen een ervaren jongen. Heel ervaren, een stuk meer wedstrijden. Ik heb nu mijn vijfde partij. Het neemt niet weg natuurlijk hoe het gegaan is. Ging wel goed, alleen toch helaas verloren. Maar voor mijn gevoel ging het op zich wel close. Ja. Bro, het was een hele close partij. Hij kwam met vuurwerk, jij kwam met vuurwerk. En wat je zei, die man heeft iets van 60 wedstrijden gehad. Dit is toch maar jouw vijfde partij, bro? Ja, klopt. Dit is mijn vijfde partij. Drie nieuwelingen en dit is mijn tweede C. Dus, Hoe heb jij je voorbereid op dit gevecht? Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde als op alle andere wedstrijden. Gewoon keihard trainen. Conditie, veel sparren. Ja, gewoon goed kunnen voorbereiden. Vijf keer in de week trainen, zes keer, ja. Ben jij iemand die ook footage terugkijkt van zijn tegenstander van tevoren? Sorry, wat zei je? Ben jij ook iemand die footage terugkijkt van zijn tegenstander van tevoren? Nee, normaal eigenlijk niet zo. Weet je, ik heb pas drie N-klassen en dit is mijn tweede C. Dus in de N-klasse is er vaak ook niet veel te vinden. Als je verder bent, kan je dat natuurlijk doen. Maar nu, nee, niet echt eigenlijk. Ik heb niet echt video's of partijen van hem kunnen zien, nee. Want hoe bereid je je daar dan voor? Jij zegt heel veel sparren en al die dingen, maar hoe bouw jij dan een gameplan op? Ja, gewoon zorgen dat je fit bent, conditioneel heel goed bent, scherp. Dus gewoon zorgen dat je scherp bent, conditioneel, veel sparren, veel counteren. Zoals ik zeg, wat je net hebt kunnen zien, low kicks blokken, dat helpt. Counteren daarna, hoge trappen, blokken, reageren. Ja. Want hij is wezen hameren ook op low kicks, hè? Ja, hij gaf in het begin een paar goede low kicks, raakte hem een paar keer mee, maar later ging ik ze blokken. Volgens mij heb ik ze daarna allemaal geblokt en dan zag je dat je ze niet meer deed. Dus het, ja. Ja. Je hebt het hem afgeleerd in ieder geval. Ja, ik denk het. Bro, de belangrijkste vraag is uiteraard wanneer zien we jou weer terug? Want ik ben echt nog lang niet klaar met jou, bro. Ja, dat is een goeie op zich. Tot nu toe heb ik nergens last, dus ik weet niet hoe dat dadelijk voelt, maar... Ik wil zeggen, de adrenaline zit nog hoog, hè? Zet er ook in. Ja, even kijken. Dus nu begin juni. Even kijken als eind juni, juli ergens nog partijen zijn, dan is even de zomerstop en dan even kijken waar. Ik heb nog niks op de planning staan. Broski, ik wil je echt gewoon, ik wil je alsnog feliciteren. Ondanks dat je verloren hebt, ik wil je feliciteren. Want jij hebt echt wat laten zien vandaag waar ik shocked over ben. En ik heb dat tot nu toe nog tegen geen één vechter gezegd. Dankjewel. Het is fijn om te horen. Dankjewel. Dankjewel, man. Bro, ik ga jou verder met rust laten. Laat het nog even een beetje bezinken. Kijk die partij rustig door. Bedenk maar zo, die eerste burger zometeen gaat heel lekker zijn. Dat sowieso. Daar ga ik van genieten. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Wil je iemand bedanken nog of iets? Ja, nee. Gewoon Stefan natuurlijk bedankt van Lupini Gym, mijn trainer. Die bereidt me goed voor. Sparringspartner, mijn neef Shaki. Dings heb ik heel veel aan. Top A-klasser geweest. Dus heeft me ook in deze wedstrijd veel voorbereid. Daar heb ik superveel aan. Bedankt voor de support. Dankjewel, man. Dankjewel. Jamstar. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstar. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstar. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstar.